Laat even in de chat weten als je het alles kan horen. Ja, ik had het geluid, moet ik het even aanzetten. Welkom bij dit webinar van Voort Info en Optie Academie. Ik zie verschillende bekende gezichten, namen dan toch. Paul Rozenkrans, Rick van Ginkel, Janne Groters, Ewart Walda, Erik Winters in de house. allemaal. Ja, Robert, kom er even in. Wie zie jij nog voor? Ja, ook namens Harry Cliff van Optie Academie ben ik jullie gastspreker, of in ieder geval ook een spreker vandaag voor de live training webinar. Ook van harte welkom, nieuwe gezichten, ook een nieuwe namen. Chris Dame, hartelijk bedankt voor de deelname. Christa Ittesem, Karl de Vriezen, Edie van Riel ook, hartstikke leuk dat je aanwezig bent. Er zullen ongetwijfeld nog andere namen zijn die we vergeten zijn, maar in ieder geval iedereen van harte welkom. We nodigen jullie ook uit om hier ook een interactieve sessie van te maken. Dus als jullie vragen hebben over topics, over de oliemarkt of over de valutamarkt, dan stel ze gerust in het chatvenster onderaan rechtsonder. En ja, dan zou ik zeggen van steek me van wal, Jelle. Dat is een goed punt van jou, want zeker ook als je tussendoor vragen zijn, dan stel ze gerust. Eventjes voor M. Smit, we hebben geen beeld. Dat zouden we wel kunnen doen, hebben we het eigenlijk nooit gedaan, omdat ja, dat kost dan ook weer ruimte. Terwijl we natuurlijk graag ook de ruimte willen gebruiken om de slides te zien. En we doen daar ook nog live naar valutaparen kijken. Dus dat hebben we eigenlijk nog niet. We zullen daar eens over kijken of we dat misschien toch in kunnen stellen. Nou, nogmaals, stel je vraag gewoon tussendoor, dat is geen probleem. We gaan vandaag naar een paar dingen kijken. Even eerst een helaas mededeling. Cor Wijfried, die belde vanochtend af, die heeft griep, een zware griep. Hij zei dat hij het liefst eigenlijk de hele dag in een verduisterde ruimte zou willen liggen. Dus dan weet je hoe laat het is. Het heerst ook, dus het is heel jammer. We Ja, maar hij hebben zit wel. trouwens niet in de olie. Hij zat trouwens niet in de olie vanwege carnaval, dat niet. Maar hij was gisteren ook al een beetje grieperig. Dus heeft hij gezegd of wij een stukje willen doen voor hem. Dus dat doen we ook bij deze. Dat doen we ook. We hebben dus wel extra aandacht voor de olie. We hebben straks Robert. Jij toch, Robert, jij doet een stukje over olie. Klopt. Over olieaandelen waar je beter vanaf kunt blijven. Of die misschien kunt shorten, als ik het goed begreep. Dus dat Ja, je nou, daar nog die je in even. ieder geval beter af kunt blijven, inderdaad. Ja. Maar je kunt ze toch ook shorten tot ze zeg maar nog wat lager staan. Maar goed, dat Klopt. zullen we zo maar kijken. Wij gaan vandaag zeker een interessante webinar krijgen. Want ja, zoals jullie weten, er speelt behoorlijk veel. Ik zal eventjes, want we zijn eigenlijk al deze hebben we al gehad. Jullie weten inmiddels denk ik wel, ik ben Jelle Peters, schrijver van Voort voor Ambitieuze Beginners onder andere. En oprichter van voortinfo.nl. En nou, ja, bij mij dus Jan Robert, de trading coach en medeoprichter van Optie Academie. Ook bezig aan een boek, maar daar vertellen we nu nog niks over. Dat is nog een beetje geheim. Oh jee, nou heb ik het hele webinar gewoon gezegd. Afa. We gaan snel verder. Dit webinar gaan we kijken naar wat is er toch aan de hand wat is er toch aan de hand op internationale markten. Ik zie dat Johan Grote zegt dat hij me niet goed kan horen. Geldt dat voor de anderen ook? Ben ik slecht te horen? Moet ik het geluid harder zetten? Ik dacht dat dat kan. Ik kan even kijken. Ietsje harder mag wel. Als ik hem nou wat Ja, iets harder dichterbij mag hou, is dat wel. dan beter? Ja. Ja, Ja, zo beter, beter, jongens. beter. Speak up, hè, Jelle? Speak up. Oké, Ja, dat doe ik het prima. zo. Ik hou hem even een beetje voor. Ja, wat is daar toch aan de hand op internationale markten? Jullie hebben misschien wel gezien dat de afgelopen dagen er ineens veel onrust, veel meer onrust nog kwam, vooral ook rond de bankensector. Nou, dat is al wel wat langer bezig, maar nu komt het harder op de voorgrond te staan. Dus daar gaan we even naar kijken. Dan zien we dan ook naar de dollar, euro en de yen, het effect daarop. We kijken naar Yellen, die gaat woensdag en donderdag spreken. We gaan eventjes kijken wat dat voor effect kan hebben op de Forex. En overigens niet alleen op de Forex, maar ook op de aandelenmarkt en de optiemarkt. Dan kijken we nog naar kansen. Op onder andere de Canadian dollar. En dan gaan we dus ook naar olie kijken.
Er liggen zeker ook kansen. En natuurlijk nog een Q&A op het eind, maar tussendoor dus ook. Want het is een interessante markt op het moment. Nou, wat is nou wat is je zorg over de mondiale economie? Wat is nou eigenlijk, wat speelt er nou eigenlijk dan? Hoe zit het nou precies? Ik zal deze even wat groter maken. In dit plaatje heb ik zelf het in elkaar geflanst om jullie te laten zien. Het is eigenlijk komt het nu uit verschillende hoeken. Het begon met China. We hebben daar onlangs nog een apart thema waar we hebben over gehad. Hè, het China webinar, de China factor. Goedenavond Danny. inmiddels zijn er ook zorgen over de Amerikaanse economie. Jullie misschien ook wel bekend, zeker als jullie mijn blog op forksinfo.nl volgen. De cijfers over de werkgelegenheid vielen een beetje tegen. Maar de lonen lopen dan wel weer op. Maar de orders blijven ook achter. De inflatie blijft achter. Dus men maakt zich nu ook weer meer zorgen over de VS. En dan is er nog Europa. En voor jullie die als je naar dit plaatje kijkt, dan zie je met een beetje moeite kun je ook nog zien de Europese, de eurozone flag, zeg maar. En dus, want daar spelen dus ook problemen omdat het herstel maar niet wil komen. En de banken daar dus onder lijden. Nou, wat is er dan aan de hand bij de Europese banken? Hebben jullie overigens al wat over gehoord na de afgelopen dagen? Is het nieuw voor jullie dat er iets bij de banken speelt? Of is dit inmiddels al wat bekender? Voel vrij om in de chat te zeggen dat je alles over weten. Want het is zeker iets wat op de Forex. Vaatinstructen. Ja, dat is ook wel weer logisch. Ja, nou wat er dus aan de hand is, kijk, voor het moment is er nog veel rook, oké? Dat is maar de vraag of ook vuur is. Maar de banksector staat al langer onder druk. Bankenaandelen staan al langer onder druk. Ik heb ook opgeschreven hier de bankenindex. En die trackt grote Europese banken. Die is de zesde. Vorige week voor de zesde afgelopen, volgende week lager gesloten. En dat is niet meer voorgekomen sinds 2008. De Deutsche Bank zie ik hier langskomen bij Patrick van der Horst, die het daarover had. Of Jan Brouwer. De Deutsche Bank. Het probleem daar is dat die hebben dus gisteren enorme klappen gehad al op de beurs. Op een moment was het 12% eraf. Je hebt daar hier ook wat informatie over. En begin dit jaar is het al 40% gedaald. En dat heeft te maken onder andere met een rapport van Credit Insights, die zeggen dat, dat het mogelijk zo is dat de Duitse bank moeite gaat krijgen met het terugbetalen van meer riskantere leningen die ze hebben uitstaan. Maar dat betekent dat ook de kosten dus om je te beschermen tegen leningen die jij hebt uitstaan aan de Duitse bank, dat die groter worden. Die zijn dus verdubbeld sinds het begin van het jaar. Frank Reijnen zegt in de USA zijn banken ook onder zwaar druk. Dat klopt zeker. Er is gewoon een sprake van een dalend vertrouwen. Dat heeft met een aantal verschillende zaken te maken. Ik heb ze hier opgeschreven om een beetje een beeld te geven. Het is natuurlijk niet volledig, maar dit zijn wel de belangrijkere dingen. Kijk, je moet je realiseren dat banken hebben leningen natuurlijk uitstaan aan allerlei bedrijven. En als die bedrijven minder presteren, dan vergroot dat ook de kans dat meer leningen niet performen, zoals ze dat zeggen. Dat die dus ook dat die leningen het niet goed doen, dat die niet worden terugbetaald, dat een bedrijf failliet gaat en dan ben je je lening kwijt, bijvoorbeeld. Nou, dat is onder andere in Italiaanse banken geldt dat meer dan bijvoorbeeld weer voor Franse banken, op het moment althans. En dat zie je dan ook weer terug in de Italiaanse bankensector, die het dus nog weer slechter doet. Ook zie je net een vraag ook in de chat. Wat is nou de problematiek met de Italiaanse banken? Nou, die hebben dus meer echte leningen staan. Althans, dat wordt gezegd. En die hebben dus een grotere hoeveelheid aan leningen die misschien niet terugbetaald worden. Zogenaamde non-performing loans. En dat zie je daarin terug. Dat zie je terug in de gezondheid van die banken. Ze maken sowieso minder winst, want er wordt ook minder uitgeleend. De groei is ook gewoon minder goed in de Europese economie. En dan is er nog een negatieve rente, die
Eigenlijk bedoelt het natuurlijk wel om de geld te willen te verruimen. Dat is ook wel zo. Maar banken moeten dus nu meer. Die moeten dus nu geld betalen voor het stallen van reserves bij de ECB. En dat doet dat, nou, dat drukt de marges. Dus al met al zijn er behoorlijk wat problemen wel. Dat is misschien sterk gezegd. Er zijn zorgen. Straks kijken we naar de energiesector, de oliesector. En dan zul je weer terugzien ook dat ja, die bedrijven die dus slecht presteren, die oliebedrijven die slecht presteren, die hebben natuurlijk ook leningen van banken. Dus als die bedrijven op de fles gaan, dan lijden de banken daar ook onder. Ik ga eventjes verder nu. Ik kom daar misschien straks nog op terug, Simone, met Santander en ABN AMRO. Een goede vraag is natuurlijk, waarom stijgt dan de euro? Daar gaan we zo op terugkomen, Eduard, want dat is natuurlijk dat is wel een interessante vraag. Hoe kan het nou zijn dat de euro omhoog gaat, terwijl de economie het zo... we komen zo op terug, dus dat jullie in ieder geval dat weten. Dit is de DOR-index van de afgelopen maanden eigenlijk. Dus dit is een jaaroverzicht. Dus hier kun je zien hoe die afgelopen maanden... en dan zie je dus dat hard naar beneden is gegaan de afgelopen paar dagen. Zaten we eigenlijk eind januari nog boven de 99. Dus dan zaten we vandaag onder de 96 zelfs. Ja, dat is toch wat, Johan Robert, of niet? Ik bedoel dat je gewoon die is gewoon helemaal ingezakt gewoon. Dat is toch shocking? Ja, het is gewoon een crash, ja. Ja. Crash is het eigenlijk, ja. En geen crash naar boven, maar crash naar beneden. Ja, dat is eigenlijk altijd zo natuurlijk. Het zit in de lift, maar de lift gaat naar beneden. Dus de dollar heeft het heel moeilijk. Hoe komt dat nou? Nou, ook daar zijn natuurlijk meerdere factoren voor. Maar de Federal Reserve heeft natuurlijk in december hebben ze net de rente verhoogd. Voor het eerst in 9 jaar hebben ze de rente verhoogd. De Fed was bij de laatste prognose eigenlijk vrij optimistisch over het aantal renteverhogingen. Ze dachten dat ze in 2016 4 renteverhogingen zouden doen voor een totaal van 1%. En nu blijkt, althans, de markt denkt dat te optimistisch is. En de afgelopen paar weken hebben verschillende Federal Reserve officials ook al terug gaan praten. Hè, van ja... We moeten misschien toch wat meer kijken naar de economische ontwikkelingen. Nou, dat betekent dat de lucht die in de dollar was geblazen, omdat de verwachting was dat de Federal Reserve het rentebeleid dus aankomend jaar zou gaan normaliseren, die lucht gaat er weer een beetje uit. Ik zie dat Johanna zegt dat de geluidshets wegvalt. Ik weet niet of anderen daar ook last van hebben. Soms valt het is waar dat het geluid soms een klein beetje zo stoort, maar de. Of het algemeen gaat het goed. Oké. Nou, we gaan even verder. Want hoe ziet het er dan uit? Voor bijvoorbeeld de dollar tegen de euro. Nou, daar komt dus die vraag terug van Eduard van net. Dit is een daily van de dollar. Van de euro-dollar. Ik heb die eigenlijk verkeerd omgezet. Dat is natuurlijk de euro tegenover de dollar. Maar ik wilde eigenlijk laten zien dat de dollar het op verschillende vlakken moeilijk heeft. Dit is een screenshot van vandaag. En dan zie je dus dat waar ik in mijn column van gisteren nog, van vanochtend nog schreef, of van een paar dagen nog schreef, van, hij komt nog een bepaald weerstandspunt. Daar is hij daar eigenlijk nu voorbij. Hij is voorbij de weerstand die de afgelopen dagen nog overeind bleef. En nu is het dus de vraag, waar gaan we dan naartoe? Naar de eerstvolgende weerstand, we gaan daar ook nog wel live kijken hoor, want Robert heeft zijn schermen openstaan. Maar de eerstvolgende ligt ergens rond de 1,15. Hoe kan het nou dan dat de euro zo aan het stijgen is, terwijl het eigenlijk slecht gaat met de eurozone? Ja, dat heeft veel te maken met het feit dat de euro wordt gezien als een veilige haven samen met de yen. Ik zie vaak van Frank, het beeld lijkt dat China yen ondersteunt door US te verkopen, de US dollar te verkopen. Kom ik ze ook nog op terug, dan gaan ze ook nog naar de yen kijken. Wat er speelt is dat zowel de euro als de yen worden gezien als veilige havens. En voor de euro is het, wat er ook het geval is dat er veel investeerders zaten in emerging markets.
En die komen nu allemaal heel snel weer terug. En die komen dus weer terug de eurozone in. En dat stimuleert de euro. Tegelijkertijd is er nog een andere factor die speelt, is namelijk dat de euro veel heeft verloren ten opzichte van de dollar de afgelopen tijd, omdat de euro meer de Europese geldverruiming doet. Terwijl de Federal Reserve juist aan het geld aan het geldvernauwend beleid voert, hè, om de rente te verhogen ondertussen. En nu dus de Federal Reserve een beetje aan het terugkrabbelen lijkt, ja, verzwakt dat. Dus ook nog eens een keer de dollar. Dus er zijn eigenlijk twee elkaar stimulerende factoren aan het werk, waardoor de dollar verzwakt en de euro versterkt. En dat zie je dan in een valutapaar extra sterk terug. Als we dan denken dat in december eigenlijk nog verschillende partijen zeiden, waaronder Goldman Sachs en Barclays en Santander, die zeiden van de euro gaat mogelijk in het eerste kwartaal of in ieder geval toch de rest van het jaar richting pariteit. Zien we nu dat de euro precies de andere kant op gaat. En dat is toch wel remarkable, maar dat heeft alles te maken met de onzekerheid die er op dit moment heerst. We gaan straks live kijken, maar gaan eventjes verder. Ik wil je eerst een beetje een beeld geven. En dan hebben we hier de dollar-yen. Nou, dat is zo mogelijk is het effect daar nog sterker. Je ziet hier dus de daily van de dollar-yen. Waar we dus, maar wat is dat? Even kijken, hier zeg maar eind januari zaten we nog op 121, en een half ongeveer. Zitten we nu onder de 115. Dus die heeft gewoon 6. De yen is dus nu nog is dus 6 yen per dollar gestegen. Dus je hebt nu nog maar, nou maar, je hebt maar 114 yen. Tot 21 yen. Apart, omdat de Japanse centrale bank vorige week nog heeft gezegd dat ze voor het eerst ook een negatieve rente gaan invoeren voor het stallen boven bepaalde bedragen. Dus dat zou eigenlijk de yen moeten drukken. Maar de onzekerheid is heel erg groot en dat zorgt ervoor dat de yen als veilige haven, dat die stap weer aantrekkelijker wordt. Ja, wat is de bodem? Dat is natuurlijk altijd de vraag. We gaan straks, dat is wel interessant, Patrick, hou deze vraag even vast, want we gaan dadelijk, als we live gaan kijken naar dollar yen, dan gaan we kijken naar, gaan we samen zoeken naar waar we denken dat de bodem zou kunnen liggen. Maar dat is een goede vraag. Maar dit is een screenshot, dus het is altijd lastig om te kijken. Ja, het is de veilige havenstaat, daar krijg ik nog wel regelmatig vragen over, maar hoe zit dat nou? Want het lijkt zo raar dat voor een economie die het eigenlijk relatief matig doet, dat dan elke keer als er maar iets gebeurt, rennen we allemaal naar de yen. Nou, hoe komt dat dan? Nou, ook daar zijn meerdere factoren voor. Eén is, de Japanse overheid is voor financiering van staatsobligaties is niet afhankelijk van buitenlandse investeerders. Er zijn heel veel Japanse bedrijven die kopen Japanse staatsobligaties. Dat schept vertrouwen en stabiliteit. De Japanse economie heeft bovendien een overschot op de betalingsbalans. Dus die hebben dat ook dat ziet weer als stabiliteit voor de economie. Dan is de Japanse economie natuurlijk nog heel erg groot, is ook kleiner. En dan is er misschien ook nog wel een stukje self-fulfilling prophecy. Weet dat de yen wordt gezien als veilige haven. En dat dus op die manier ook dan tot uiting komt. Sommige mensen zeggen, nou, het is eigenlijk onzin dat de yen een veilige haven is. Want er zijn toch ook andere, et cetera. Ja, maar toch werkt het zo. En op een gegeven moment kun je het dan ook misschien wel beter accepteren. Nou, dan een vraag van Carl zie ik hier komen nog Chinese devaluaties. Ik heb natuurlijk ook geen, ik heb geen kristallenbol, hè, dus wat ik hierover zeg wil, maar ik kan natuurlijk geen garantie aan ontlenen. Kijk, de Chinese economie is bezig met de grootte van een economie die is gebaseerd op veel uitgeven naar een economie die meer
moet draaien op binnenlandse vraag en die minder moet draaien op staatssteun. Dat heeft veel te maken met de nieuwe, nou inmiddels al niet meer zo hele nieuwe president Xi Jinping, die sinds 2013 aan de macht is. En die wil hervormingen doorvoeren. Ja, dat betekent dat er dus strakker gekeken wordt naar spending policies. Daardoor krijgen banken, willen ze eigenlijk banken minder makkelijk krediet verlenen. Ze willen de yuan aanpassen aan de internationale markt. Dus dit die meer door marktbewegingen hoger dan wel lager komt. En dat heeft schokkend veel schokeffecten, zou je kunnen zeggen. En je ziet dan ook dat ze er. De Chinezen daar eigenlijk nog best wel moeite mee hebben. Sorry. Hebben moeite met het loslaten van de markt. Dus ook op de aandelenmarkt vinden ze het lastig om niet echt in te grijpen. Ze doen het wel steeds meer wel ingrijpen. Dus mijn vraag is, als jouw vraag is, komen er nog Chinese devaluaties? Als het dan gaat bijvoorbeeld de yuan, gaat de yuan nog verder naar beneden? Ik denk van wel. Gaat blijken dat de Chinese economie de aankomende jaar verder afkoelt? Ik denk van wel. Ik vind er ook nog wat voor te zeggen voor wat sommige mensen, sommige analisten zeggen dat de Chinese economie eigenlijk veel slechter presteert nog dan de Chinezen zelf zeggen. Er zijn wel verhalen over dat ze in plaats van 7%, kleine 7%, eigenlijk maar 3,5% groeien. Nou, kan ik niet hard maken. Het zou me niks verbazen, laat ik het zo zeggen. Ik kan het ook niet, we kunnen dat niet zien. Maar de tendens is de afgelopen tijd in ieder geval steeds geweest dat de Chinese economie minder presteert. Dus dat zou goed kunnen. Dat die onrust nog niet weg is. En dan hebben emerging markets daar veel last van. En dan zouden yen nog wel eens verder kunnen doorstijgen. Kijk, dit is dus de yen op de dag. Maar als je kijkt naar op de week, zeg maar. Dan zie je dat die een behoorlijk belangrijk punt, belangrijk support inmiddels heeft doorbroken. Die een hoge 115, daar is hij nu doorheen, want hij zit inmiddels onder de 115. En dan zie je dat de eerste volgende, als ik naar deze grafiek kijk, de eerste volgende support, die ligt toch echt wel een stuk naar beneden. We gaan even daar nog beter naar kijken. Overigens, Jan Robert, als je tussendoor iets wil zeggen, ga je gang, hè? Want anders dan dat je niet denkt, oh, ik hou mijn mond maar. Nee, okay. Maar doe gewoon je verhaal, want ik kom gerust aan bod zo, dus Ga zo door. Nou, dit is de hourly van de dollar yen. Daar zie je dat er toch een beetje een passende plaats wordt gemaakt. Dit is een screenshot van een uurtje of twee geleden. Dus dat er een beetje passende plaats gemaakt wordt, wat overigens heel normaal is. Ik heb dat expres daar zo laten zien, hè, de daily, de weekly en de hourly. Dat je kunt zien dat afhankelijk van het timeframe waarop je handelt, ziet het beeld er heel anders uit. Maar de tendens is naar beneden voor de dollar yen. Dat is duidelijk. En er zijn de meeste forex-analisten zeggen ook, en ik hoor daarbij, dat de kans groter is dat hij verder gaat dalen dan dat hij langere tijd omhoog gaat. Ik heb het dus niet over op uurbasis of zelfs op een dag. Dat kan natuurlijk altijd een retracement zijn. Maar ik vraag me of dit zo snel voorbij is. We gaan het zien. Dat heeft ook veel te maken met deze mevrouw. Ik had eigenlijk de naam niet om zitten, maar jullie weten toch allemaal wel wie het is, denk ik. Dit is Janet Yellen, de Fed-voorzitter. Die gaat woensdag verhaal houden voor de House Financial Services Committee. En donderdag voor de Senate Banking Committee. Dus die gaat een hoop praten. En ze trekt in ieder geval geen volle zalen, zegt Danny. Nou ja, ik denk, het is wel een goeie. Ik heb laatst als foto van zitten kijken toen ze wat jonger was. En laten we maar zeggen, het is goed dat ze zo slim is, zeg maar. Dat ze een mooie carrière kon maken. Want geen pin-up girl van de 60's, zeg maar. Mag ik dat zeggen of is dat heel beledigend?
Maar Jelle, maar zij hoeft in ieder geval geen webinars te geven over de Forex. Nee, dat is waar. Ze heeft een goed salaris ook. En de schoonheid zit van binnen, Rick. Nou, kijk. Dat, Rick, dat jij dat nog wel mag zeggen dan. Dat vind ik wat een lieve opmerking wel. De waarheid is gewoon inderdaad van binnen. En volgens mij is het een hele lieve vrouw. Dus Janet, als je zit te luisteren. Ik bedoel er helemaal niks lelijks mee. Maar ja, zij zit dus... het is een lief omertje, ze is zo heel oud, is ze volgens mij niet eens, maar zo ziet ze er in ieder geval wel uit. En ik heb ook de laatste foto's van haar gezien, dat ze zeg maar met een baard, hè, om te doen alsof ze net Ben Bernanke was. En ik moet zeggen, als je er een baard geeft, dan zijn zij en Ben Bernanke is helemaal niet zo heel veel verschillend meer. Behalve natuurlijk dat Bernanke inmiddels voor veel geld overal speech heeft en inmiddels een boek heeft geschreven. Ik heb hem laatst zien spreken, voor zijn boektour was hij... in New York en ja, dat was hartstikke leuk om te zien. Geen handig schut of zo. Enfin, ik dwaal af. Jellem dus. Jellem die zit in een hele lastige positie op het moment. En eigenlijk een beetje een spagaat. Want haar collega's, onder andere Stanley Fischer, de vicevoorzitter, en de Fed New York president William Dudley, Dallas Fed President, geloof ik, Joe Master, die hebben allemaal een beetje, laten we zeggen, backpedaled de afgelopen paar dagen. En namelijk dat de internationale ontwikkelingen toch wel zorgen waren. Nou, als Jellem moet oppassen in die zin dat ze, als ze nu gaat zeggen, ja inderdaad, we maken ons grote zorgen, dan zouden de effecten op de wereldmarkt nog groter kunnen zijn. En want de Fed is natuurlijk heel belangrijk. Dus niet als je, zeg maar, als je de Zwitserse nationale bank bent, dat is ook belangrijk hoor. Maar als die zegt van nou, we maken ons grote zorgen, ja, dan valt dat misschien het effect nog wel mee. Maar als de Federal Reserve zegt, we maken ons zorgen, we gaan dit en dat mogelijk niet doen, dan heeft dat wel veel meer effect. Dus zij moet oppassen. Tegelijkertijd moet ze ook weer niet zeggen, ik maak me geen zorgen. Want dat zou ook weer schokeffect de andere kant op kunnen zijn. En dan wordt het bovendien wel veel lastiger om later toch weer te modereren. Dus zij moet eigenlijk zeggen iets in de trant van we are closely monitoring the international market. But for the moment it seems the American economy is robust enough to withstand any turbulence. Zo iets in die richting moet ze zeggen. En dus ze zegt van, er zijn wel dingen aan de hand, maar het gaat waarschijnlijk wel meevallen. Either way, overigens, in ieder geval, hou er rekening mee als je morgen de markt opgaat, de aandelenmarkt, of de forex of de commoditiesmarkt, hou er rekening mee dat Jellem dus verschijnt morgen voor de House Financial Services Committee. En dat allerlei analisten, die zullen dat voor jullie doen, die gaan zeker kijken naar wat hij precies gaat zeggen. En dat zou behoorlijk veel effect kunnen hebben op de markten. Te meer omdat, zoals sommigen van jullie misschien wel weten, veel markten in Azië, belangrijke markten in Azië, zijn dicht. Singapore, Hongkong, China, die zijn allemaal dicht vanwege Chinese New Year. Dus de liquiditeit is lager. Dat betekent dat, dat de volatiliteit dus hoger kan zijn. Dat over Jellem. Dan gaan we nu naar de oliemarkt. Daar wil ik eigenlijk eventjes Jan-Robert dus voor uitnodigen. Dit is de oliemarkt van vandaag. Dit is een screenshot van vandaag. De olie is opnieuw onder de $30. Jij hebt een aantal interessante dingen, een aantal interessante olieaandelen, toch, Robert? Ja, om in ieder geval die met een grote boog te vermijden. En waarvan ik één aandeel zal onthullen straks. Inderdaad, okay. De oliemarkt staat behoorlijk onder druk. Het is meer dan een kwart gedaald sinds begin dit jaar. Dat is echt aanzienlijk. En vorig jaar stonden we overigens... dus 2015 in juni, juli stonden we rond de $60 per vat. En toen heeft Cor Wijdvliet, die met ons ook binnenkort een masterclass geeft over oliemarkt, die zei toen, luister, de
De problemen zijn al lang niet opgelost met op de oliemarkt. En ja, ik voorzie nog wel dat olie onder de 30 zal gaan zakken. Oftewel nog een halvering vanaf dat moment. En inderdaad, wat schetst mijn verbazing. Inderdaad, onlangs tikte de WTI, hè, dus de Amerikaanse Western Texas Intermediate olie. Die tikte zelfs een low aan van ongeveer $27,5 per barrel. Per vat. Ja. Dus ja, en ook mede daardoor zijn de oliewaarden nog verder onder druk komen staan. Onder ook Koninklijke Olie, ons hoeksteen van het portefeuille eigenlijk voor de meeste mensen. Waardoor ook de dividendrendementen aanzienlijk zijn gestegen. Dus dat is behoorlijk, ja, wat ons betreft, biedt het zeker perspectief. Voor de oliemarkt en voor oliefondsen, hè, olieaandelen. Maar niet elk olieaandeel is een blinde koop. Dus ik zal even kijken, want ja, ik zie met schuin oog 2-3 grafiekjes nog voorbij komen. Welke zijn ja. dat, Jelle? Die bedoelt dus in de presentatie die ik, nu, die ik zal houden. Klopt. Ja, ik zal misschien, dat is misschien inderdaad wel interessant, om eerst de Canadian dollar te laten zien. Is dat leuk om daarna naar de aandelenolie te gaan? Ja. Ja. Dat? Oké, okay, want ja. Dit is dus inderdaad olie op dit moment. Nou, wat voor Forex interessant is, dus voor het geval dat jullie dus op zoek bent naar kansen, is vind ik zelf zeker de Canadian. Die wordt ook wel de Looney genoemd. Ik zie overigens Jan Brouwer het over Chesapeake Energy. Die gaan we... Er gaat misschien zo wat over gezegd worden in het olieaandelen moment. Dit is de Amerikaanse dollar versus de Canadian dollar. Nou, wat is er aan de hand? De Canadian economy draait voor een groot deel op olie, op energie. Dat zijn de grootste leverancier van olie aan de Verenigde Staten. En zijn, door de teerzanden zijn ze echt helemaal in bodems geraakt. Althans, tot nu dus. Want daar hebben ze heel veel van. Maar nu is de olie natuurlijk heel erg gedaald. Grote problemen. En dus zag je, als je kijkt naar die grafiek hier zo. Hè, want dat is dit is een daily grafiek. Hè, en zie je dus dat vanaf oktober is die tot, zeg maar tot laten we zeggen, halverwege of eind januari. Is die enorm gestegen. De Amerikaanse dollar tegenover de Canadian dollar. Omdat, nou gaan we eventjes, laat ik nog eventjes zien van die we net zien. Verrassend genoeg, de olieprijs enorm gedaald is. Zie je de correlatie? Dat is eigenlijk heel makkelijk te zien hier. Dit is de olieprijs, gaat heel erg naar beneden. Dit is de Canadian dollar versus de Canadian dollar. Heel erg omhoog. Tot 2 weken geleden. En nu is de dollar enorm aan het inzakken eigenlijk tegenover Canadian. Overigens is het belangrijk om te weten dat dit punt, die 1,46, is het laagste punt, het hoogste punt voor de Amerikaanse dollar tegenover de Canadian in jaren. Dat is echt het was een belangrijke breuk was dat. Die, ik geloof boven de 1,44 was dat, dit punt, zeg maar. Maar dat is niet de meeste nu ingezakt. De kans zitten we hierin. Is dat de oliemarkt, en dat zal je Robert, kan dat bij mij maar aan, denk ik, de zwakte van olie is nog niet over. Daar zijn de meeste partijen het wel over eens. Want er is te veel aanbod. Ook nu is Iran is weer de markt opgekomen. De OPEC kan besluiten om de productie te verlagen. Dus er is sowieso meer aanbod dan er was. Terwijl de mondiale economie juist aan het afkoelen is. En zeker de grootste emerging market van allemaal, China. Dus je kunt op je vingers laten dat de kans best groot is dat olie voorlopig zwak blijft. Stel dat op een gegeven moment de onrust weer wat afneemt, dat men zich wat meer weer aanpast aan hoe de situatie is, dan is de kans best aanwezig dat de dollar weer gaat stijgen tegenover de Canadian. Want dit stukje, ik weet niet of jullie mijn, kunnen jullie mijn muis zien als ik dat doe? Dit zo, kunnen jullie dat zien? Zien jullie mijn... Ja, oké, okay, ja. Want dit stuk, zeg maar dit, hè, dat is angst. Dit is angst. Is onrust, is dit. Maar dat heeft niet alles te maken met de reële economie. Dus als dat weer wat naar de achtergrond gaat, en men kijkt weer naar de fundamentals, dan zijn er weer meer traders die zeggen, hé, dat is raar.
De Canadian dollar is allemaal aan het aanstekken tegenover de greenback, terwijl de olie onder de dollar staat. Nou, dan zou er nog een behoorlijk stuk weer boven kunnen worden afgezet. Want dit is geen misselijk stuk wat hier afgelegd is. Hè? In 2 weken tijd. Hier staat hij, als ik het goed zie, boven de 1,46. En hier staat hij op 1,38. Ja, dus dat zijn toch een stevige 8 ton pips die daar te behalen zijn. Dus dat is interessant om in de gaten te houden. Nogmaals, dit is een daily. Dus op een hourly ziet het er weer anders uit. Dat gaan we zo even kijken. Maar het is goed om dit in het oog te houden. Ook dat is toch een goede vraag, Frank. Maar we gaan het nu toch eerst verder, want we zitten nu een beetje in de oliesfeer. Jan-Robert, pak ze anders even erbij, die olieaandelen. Ja, nou, ik pak even PDF erbij. Ik zal jullie even in de blinde. Ik zal even een plaatje laten zien. Dat is dus 5 olieaandelen die wel eens kopje onder kunnen gaan. Vanwege de problemen in de oliesector. En ik zal inderdaad 1 fonds hier richten. Op het einde. Ik zal eerst even zeggen inderdaad van wat ook de groeigemeente denkt over de oliemarkt. En het is niet mijn persoonlijke mening. Het is ook zo dat er maar geen einde aan de prijsval van olie lijkt te komen. Iedereen is bearish, iedereen is negatief. En je moet trouwens ook de eerste analist tegenkomen die nu zegt, nou ja, we gaan naar de 100, 140 per dollar. 140 dollar per vat. Daar zijn we geweest wel hoor. Nee, maar de meeste, één ding, denk voor jezelf na en denk wat voor factoren een rol spelen. Want waar zijn al die doemscenario-denkers op $145 per vat, ook van de grootbanken, die dan zeggen, peak oil, is olietekort, het gaat alleen maar één kant op, omhoog, $200 per vat. Dat moet je even loslaten, want je moet natuurlijk wel voor jezelf blijven denken. En Harry en ik zeggen ook altijd, ga 2 stappen vooruit denken en niet zoals de meeste analisten, in ieder geval de meeste de analisten die extrapoleren. Hè, we zijn van 140 naar 30 gegaan, ja, dan zou je op min 110 uitkomen. Ja, dat gaat op een of andere manier niet. Maar wat wel zo is, het sentiment is zo super slecht. Dit kan nog wel een tijdje duren, dat klopt. Alleen er komt op een gegeven moment een keerpunt. En de vraag is, wanneer komt die keerpunt? Ik hoop dat we daar ook binnenkort een antwoord op kunnen geven natuurlijk. We hebben voor onze portefeuilles in Nederland met een aantal oliefondsen ingespeeld. Maar ja, iets te weinig eigenlijk op de ontwikkelingen. Wij in Amerika zijn we ook gepositioneerd op een stabilisatie van de oliemarkt, toch wel een lichte stijging. Nou, er lijkt dus geen einde te komen aan de prijsval. En op het moment van spreken nu dus zelfs onder de $30 per vat. En bij de meesten zeggen ja, de bodem is nog lang niet in zicht. Nou, Goldman Sachs wijst er zelfs op dat de opslagcapaciteit op het land, ter zee en overal eigenlijk voor ruwe olie nu wel ongeveer gevuld is. Ja, dan moeten de olie eigenlijk over de randen spuiten eigenlijk, dat het over op de grond komt natuurlijk. Maar in ieder geval, oliemaatschappijen zien zich genoodzaakt eigenlijk om hun afnemers nog lagere prijzen, moeten ze verleiden om meer olie af te nemen. Ja, en deze bankiers, die denken zelfs dat de prijs daar nog wel naar $20 kan gaan. Niets is onmogelijk natuurlijk, maar ik denk eerlijk gezegd, zolang de olieprijzen, de WTI, vooral boven de 17,5 à $25 per vat blijft, nou, dat we die $20 niet gaan zien en dat we eerder richting de $40 gaan. Maar goed, de toekomst zal het uitwijzen. En mijn punt is natuurlijk dat er een ontzettend slecht sentiment is. De OPEC, die kunnen voor een dubbeltje, bij wijze van spreken, olie uit de grond pompen. En die heeft over gezegd, ja, zelfs bij een olieprijs van $1 per vat, gaan we nog lekker door met oppompen van olie. Nou ja. Ja, en dan is er nog een, wat wel een aandachtspunt is, is dat bij een structurele dollarprijs, of olieprijs van $25 per vat, steeds meer producenten onder kostprijs moeten gaan werken. Hè? En pas bij een prijs van
onder de $25 per vat zal de productie geleidelijk gaan afnemen. En ik denk eerlijk gezegd, als je tijd onder de $25 gaat, je moet ook kijken naar elke vrijdag komen de rig counts komen naar voren. Voor mij is er een Amerikaanse partij, Halliburton volgens mij, of een andere Amerikaanse partij, die gaan dus tellen hoeveel boorplatformen actief zijn. Maar in ieder geval, er komt op een gegeven moment dat er steeds meer producenten, olieproducenten uit de markt worden gesqueezed. Dus dat er steeds minder olie uit de markt of op de markt komt. En dan krijg je op een gegeven moment een omslagpunt. Maar ja, de omslagpunt kan heel lang duren. En dat was het thema voor van de afgelopen jaren, de oliemarkt. Ja, dat het low for long was, hè? Dus laag voor lange tijd. Ja, lijkt nu zo zelfs om te slaan in lower for longer. Dus dat het nog veel lager kan voor een nog langere periode. Maar in ieder geval, het is zo dat het kan dus niet anders zijn dat de aanhoudende daling van deze olieprijs meer slachtoffers gaan eisen in de oliesector. Alleen ja, de oliesector is breed. En we denken ook eerder gezegd dat de oil majors, de integrated oil majors, de grote oliemaatschappijen, dus die zowel aan het oppompen en de upstream activiteiten geld verdienen, hè, dus oppompen van olie, maar ook downstream activiteiten, dus het raffineren van olie, dus dat die nog niet het loodje gaan leggen. Nou, in ieder geval Shell, Brother Shell, natuurlijk de grootste oliemaatschappij in Nederland ook, de enige ook, maar een van de grotere in de wereld. En ExxonMobil, ja, die pompen dus niet alleen olie op, maar die verwerken ook nog heel veel olie in hun raffinaderijen. En dat zag je ook in de cijfers, dat de refineries echt topresultaten lieten zien. En terwijl dat juist de olie, de oppomp van olie, ja, dat het gewoon geld kost. Nou, en olie zit momenteel ook momenteel in een overname van British Gas. Van BG, en dat, volgens mij was dat eind vorig jaar in ieder geval nog rond $60, 60 miljard was het geprijsd. Maar omdat zij dus een bot hebben gedaan in mijn deels in aandelen, deels in cash. Ja, dat vanwege de olie, de koersdaling van Rodder Shell, ja, dat de overnameprijs zelfs tot onder de 50 miljard is gezakt. Nou, in ieder geval wat het punt is, dat het zwaard van Damocles, ja, die zwaait eigenlijk gevaarlijk boven de markt. En dat geldt eigenlijk voor heel veel kleine bedrijven in de schaliesector in Amerika. En een overleven wordt dus niet alleen bedreigd door die lage olieprijs, maar ook vanwege de grote schuldenlast. En er zijn heel veel bedrijven die heel veel schulden hebben gemaakt, waaronder ook Chesapeake, 17 miljard aan schuld, dat is echt gigantisch veel. En het punt is wat de schaliegas, er was heel veel geld nodig om die olie te maken. Om die in ieder geval omhoog te kunnen pompen, te fracken omhoog te pompen. Alleen het punt was, er was dus zo dat de gemiddelde olieprijs was toen fors boven 100 en toen kon het uit, maar nu dus niet. En ik heb ook laten vertellen dat Noord-Amerikaanse oliebedrijven, ja, die hebben een gigantische schuldenberg van niet minder dan 350 miljard. Dus hebben we zich inmiddels al meer dan 30 oliebedrijfjes het hoofd in een schuld te werpen. En die zijn en gewoon failliet gegaan. Op de banken natuurlijk. Hè? Want die banken die hebben allemaal leningen uitstaan in de energiesector. En als de energiesector, als daar zoveel bedrijven omvallen, dan doet dat de bank ook heel erg veel pijn. Ja, ja, precies. En maar in ieder geval, als we naar vijf fondsen gaan, die wel eens het loodje kunnen leggen, wordt ook gezegd dat 30% van de oliesector van die fondsen, dus niet de grote oil majors, maar de kleinere, die schaliegas doen en zo, ja, die zullen het loodje leggen. Nou, vier zal ik niet onthullen, maar eentje wel. En dan kom je inderdaad bij Chesapeake, dus één van de fondsen. En ik weet niet of ik een grafiek kan laten zien zo. Dat is, even kijken hoor, dat is hier Chesapeake. Nou, die stond in 2015, stond het nog boven de $20. En moet ik even zo even een desktop laten zien. Hier. En ik weet niet of de grafiek goed leesbaar is. Maar je zag zelfs in 2014
een koers van 30. Dus gewoon helemaal gedecimeerd. Dus laag kan nog lager. Ja, waar is de bodem? Ja, 1 cent of 0 euro, 0 dollar is gewoon de bodem in principe. Jans, maar Chesapeake... Ja. Ja, ik zou in ieder geval niet vallende messen opvangen in deze. En Chesapeake is in ieder geval één fonds waar je gewoon met een grote boog omheen moet lopen. Er zijn ook mensen, of in ieder geval de obligatiehouders van Chesapeake, ja, die zien het niet meer goed zitten. En want je kunt de obligaties van Chesapeake nog voor 30 cent per dollar, dus 30% van de waarde van nominale waarde kun je opkopen. En eigenlijk is het ook wel gaande dat de Chesapeake, onder leiding van de vroegere CEO, dus Audrey McLendon, en in die periode kocht het bedrijf in de wilde weg alleen maar assets. En daarbij bouwde het bedrijf dus op een schuld van meer dan 17 miljard. Nou, dat was op zich geen probleem, zolang de prijs voor olie en gas maar hoog genoeg was. Ja, en zoals jullie weten is dat een hele tijd niet meer het geval. En dus heeft Chesapeake Energy gewoon een behoorlijke uitdaging. En ze hebben heel veel assets de deur uit gedaan. Maar ja, de vraag is of dat allemaal voldoende is. En er klotst nog steeds meer geld uit dan er binnenkomt. En zeker als er geen prijsherstel komt van de oliemarkt. En Chesapeake Energy is een behoorlijk grote naam in de schaliewereld. Maar goed, grote namen is geen garantie voor een goed en verstandig beleid. En ook niet dat het zal overleven. En komen dus, die andere, Jan-Robert, die vier anderen, komen die dan nog ook kapot op jullie olie-seminar? Wanneer hebben jullie het olie-seminar ook weer? Ja, dat is zo dat wij hebben op 19 maart... hebben wij samen met Cor Wijdvliet een olie-masterclass. Daar gaan we dus kansen aanreiken met dividendaandelen en opties. Waarbij ook nog Cor Wijdvliet ook nog een verhaal zal houden dus over de macro-economische omgeving van de oliemarkt. En dan schaliegas, wat dat voor effect heeft. En Harry en ik uiteraard met onze optie-expertise zullen we dus kijken van met welke aandelen kun je momenteel met een beperkt risico een mooi rendement halen. En hoe je dus ook het beste kunt inspelen op een herstel, mogelijk herstel, van een bepaald aantal oliefondsen. En normaal gesproken is zo'n hele dag €297. En voor de Forex Info en andere deelnemers zoals Optie Academy van het webinar kunnen wij een korting aanbieden van €100. En dan kun je voor €197 deze hele masterclass volgen van 9 uur 's ochtends tot pak een beetje 4 uur met de onvermijdelijke borrel. En de happening zal plaatsvinden bij de golfclub Kromme Rijn. Ik zal even een link sturen van waar je meer informatie over kunt vinden in het chatvenster. En mocht je ook nog andere vragen hebben, stuur gerust een e-mail naar info@chiacademy.nl. Er zijn nog een paar plaatsen over voor die lage prijs. Want vanaf morgen gaat de prijs van het seminar ook omhoog van €197 naar €297. Dus overigens inclusief lunch, drinken, frisdrank en dergelijke. Dus het is een hele mooie, interactieve dag ook. Hey, dus jullie zijn van harte welkom. Hartstikke leuk. Ja. Top. En daar komen dan ook die andere aandelen toch nog aan bod, die vier andere die je nu nog niet besproken hebt. Ja, heel goed dat je zegt, Jelle. Je krijgt overigens ook bij die, als je aanmeldt voor de masterclass, krijg je ook concrete optiestrategie aangereikt, middels optieaanbevelingen. Van optieactief krijg je van Amerika en Europa, krijg je 1 maand de optietrades. 2, je krijgt nog een e-book over opties. En ten derde nog een pdf, het rapport van over de oliemarkt van Cor Wijdvliet. Die krijg je allemaal erbij. Dus cool. Nou, in ieder geval, we hebben nog een aantal, ruim 10 minuten, een kwartier nog voor concrete trades. Ja, eventjes, precies. Dit is in ieder geval zeer nuttig. Het verhaal over de
over de olie. Dus ik ben ook, ja, ik zou, het vind het eigenlijk jammer dat ik zelf niet bij kan zijn bij het seminar van 19 maart. Maar misschien kunnen we anders op 30 april ook nog eventjes naar kijken als ik er wel bij ben. Toch wel interessant. Ja, precies. Ja. Ja, laten we even kijken naar een aantal valutaparen en de trades die op dit moment in zou kunnen doen. Even kijken, ik zit zelf ook even snel te kijken, want je hebt hier... Ja. Dit is ik zou zo wel even een vraag van Jan Brouwer over de CNOOC, dat is voor mij de Chinese... oil major. Dan zou ik even straks. Ik duik even in, Jan, dan kom ik zo bij je terug hiermee op het einde. Ja? Ja, ik had als antwoord gewoon zo gegeven dat ik eigenlijk alle oliemaatschappijen met overeenkomstschillen. Dat is misschien wel makkelijker, maar. Ja, dat is natuurlijk allemaal wel een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Even kijken. Welke zullen we er eerst bij pakken? Zullen we eerst even kijken naar de euro-dollar? De euro-dollar die hebben we klaargezet inderdaad. Dan pakken we de daily erbij. De daily? Ja, de dagchart. Ja. Hier zie je dus, kijk, deze is door de weerstand heen gebroken die de afgelopen dagen nog gold. Hè. Ja, de weg ligt eigenlijk vrij naar de 1,15. Zou ik zeggen, dus naar dit punt, zeg maar zo. Het lastige is een beetje dat in een onzekere markt als deze, en dat geldt eigenlijk voor alle andere valuta, maar geldt dat ook, in een onzekere markt is het altijd lastig om te bepalen, ja, hoe lang blijft het zo aanhouden. Kijk, als ik puur kijk naar de grafiek, is puur prijsactie, en ik zie die op de daily hoe de euro-dollar is losgeschoten, zeg maar. Dan zou je zeggen, nou, die gaat verder, die gaat door naar de 1,15. En natuurlijk niet één keer. Ja, of 1,17 naar die vorige. Ik zou in ieder geval niet short op gaan op de euro-dollar. Nee, we hebben het overigens wel over. Dit is natuurlijk, als je deze grafiek als uitgangspunt neemt. Dan heb je het over een daily, hè? Dus dan heb je het over een langere termijn. Hè? Dan heb je het over een trade die je misschien toch wel laten we zeggen, een week of twee open houdt. Op de korte termijn, als je zegt, nee, ik wil intraday traden, dan moet je eigenlijk de hourly grafieken bijpakken en de 4 hours. En dan ga je kijken hoe het daaruit ziet. Maar als je deze grafiek ziet en je zegt, nou, ik wil de positie best een week of twee open houden. Dan is het een goed moment om in te stappen, want hij heeft die weerstand hier gebroken, die weerstand van de afgelopen paar dagen, en dat is significant. Wat vind jij, Jan Robert? Zullen wij hier op instappen? Is het eentje voor ons voor wat langere tijd over te houden en target op 1,15? 1,15, of gefaseerd, zeggen 1,15, eentje op 1,17? Ja, ik zou wel een stoploss in ieder geval onder die blauwe sleepkabel leggen. Dus 1,10,8 zeg maar. Ja. En dan een korte teken profit gelijk onder de 1,15 een goede. Kunnen we even een eentje erin knallen. Is goed. Pak ik geen 0,3 lot of zo, is dat wat? Ja. Geen heel lot, maar in ieder geval 0,3. Gewoon best een boom erin. Ja, en dan misschien ook nog eentje voor... gelijk nog een andere. En dat we daar dan wat ambitieuzer target voor instellen. Ja, ik zie Rick nog met wat zegt de Ishimoku. Ja, jij bent Ishimoku expert. Jongen. Ja, dan krijg je dat hoofdgeschikken. Ja, de Ishimoku ik denk dat ze uit die Ishimoku breekt. Daar kunnen we zo naar kijken. En stop los in ieder geval even inleggen. Die zou ik er onder de 1,10... 5 leggen. 1,5. Ja, gaan we kijken wat er mee gebeurt. Overigens, en dan take profit 1,15 en dan iets onder. En die blauwe lijn, welke MA is dat? Want dat kan ik eigenlijk ook niet zien. Wat is de periode van de MA-periode? Van die blauwe, weet je dat? 180. 180. Okay. Ja, 180 is dus dat. Lange gemiddelde. Ja. Ja, dus dat is best wel significant dat die daarheen is gebroken. Nou.
Als ik ietsje mogen even in teken. Ja, het is boven die wolk uitgebroken, inderdaad, ja, ietsje mogen. Ja, het is gewoon wolkbreuk aan de bovenkant. Wolkbreuk. Dus eigenlijk, ja, dat is op zich wel goed. Ja. Dus in principe, voor een long-term play, hè, we kunnen over 2 weken weer kijken. Dat we weer ook een nieuw webinar organiseren. Om de 2 weken doen we gewoon een nieuw webinar. Okay, de bedoeling is dat we dan even een Ichimoku, de Price Action en Ichimoku webinar geven. Ja. En daar zit ik wel in. Toch, dan doen we. Ja, daar zit ik ook dus. Precies. Ja. Ja. Maar dan doen we meer live trading. Dat is trading. Een goed plan, want dan zit ik ook een week in. Ja, dat lijkt me een goede combi. Mits de hotels in Berlijn trouwens een goede verbinding hebben. Dus zit je dan voor een tradingweek in Berlijn bij een Duitse broker. Dus in ieder geval, oké, dit is de euro-dollar. Ga je toch even bij Deutsche Bank zitten? Dus de euro-dollar is prima. Je had ook een ander interessant valutapaar gezien, hè, Jelle? ja. Welke had je nog meer, Jelle? Ik pak eventjes erbij. Je had de. Ja, de Canadian. De yen hebben we gehad, de USD, de Zwitser frank. De Canadian en de Canadian, de deze, ja. Ja, de Canadian die dus. Ja, Canadian heb je. Ja, die heb je net behandeld, hè? Ja, die heb ik net behandeld. En maar daarvan zou je ook kunnen zeggen, als je op de lange termijn gaat kijken. We zitten nu op de daily, zeg maar, dan zie je dat daar een niveau heeft hij afgewezen, hè? De van 1.3640. Daar zit hij alweer een stukje boven. Dat is. Maar dat, ik zou daar zelf nu niet instappen. Daarvoor vind ik de markt te onzeker. Hoe denk jij daarover? Vind jij dit goed om met hem in te stappen? Maar ja, je mag een keer bellen. Ja, je. Nou, ik zou hier gewoon even niks in doen. Maar in ieder geval bellen, Jelle, als de markt niet onzeker is. Right. Ja, ja. De markt is altijd per definitie onzeker. Dus, ja, maar nu is er wel heel veel onzekerheid. Maar even kijken hoor. Ja. Even die. Even kijken hoor. Zwitser frank. Dat is een leuke. Ja. Dan zie je dus ook die Swiss franc als safe haven. Hè? Dan zie je dat die ook meer dan, ja, even kijken, 3% gezakt is. 4% al. Die zou ik positie in kunnen nemen. Die is ook onder de MA is hier gebroken. Dit is een heel duidelijk patroon. Maar ook weer, zeg maar, op een wat langere termijn. Want het is dus ook een daily. Je ziet hem ook bij de. Bij jou Ishimoku, is hij er ook onder de wolk. Dus hier zou ik wel een positie in kunnen nemen. Dit is echt een wolkbreuk, inderdaad. Ja. En dan nemen we als. Ja, ik zal een tip van de sluier belichten als. Neem aan gewoon een shortje. Ja. Ja. Even kijken, wat is het target? Minimaal 94 of zo hier? Ja, de. Deze hier, die bodem, die, wat is dat, 0.4, ik pak even mijn eigen chart eventjes snel bij. Kijk hoor. Daily. Ja, wat is dat, dat is 94.70 zo ongeveer. Is dan dat is die bodem, dus dan zou ik hem daarboven leggen, zou ik zeggen 0.95. Hier al, bij die low, zeg maar, van oktober. Ja, daar ja. Okay. Maar daar iets erboven. Dan gooien we die even in het vet, dan gooien we deze erin en dan 0.3. Ja, oké. Maar dat is wel, we gaan nu, kijk, je moet op een gegeven moment een beslissing nemen, in ieder geval op basis van dus. Kijk, het liefst geven we natuurlijk ook op 1.02, maar goed, we handelen nu. Dan hebben we in ieder geval nu een kleine pluk, 0.3. Ja. Hè? Ja, dit is een goeie. Nou, 0.94,5. Dat is 2,5 cent. Stop los. Die moeten we dan rond die stop los rond de
0,99 doen. Want dan zit je nog net onder de cloud. Ja. Zit net onder de cloud, dus dat kan er niet van. Hebben jullie nog valutepaar waar je een positie in zou willen nemen op de langere termijn? Of waar je het wil weten? Typ het eventjes in de chat. Kijken we er ook nog eventjes naar. Ga al een beetje richting het einde natuurlijk wel, maar dat kan nog wel eventjes. De Kiwi. Pakken we die nog voorbij, Jeroen? Kun je die nog openzetten? De Kiwi, dus Nieuw-Zeeland. Ja, ja, tuurlijk. Ja. U vraagt mij draaien. Ja. U vraagt mij draaien. Dat is goed. Dan gaan we even kijken over de symbols. Nee, niet de symbols. Ik moet MarketWatch pakken. Even kijken waar je zou op zit. De daily. Is het? Daily, denk ik. Daar staat, ik zie hem staan in het midden. Hier. Iso. Nieuw-Zeeland. En dan welke is dat? Ik had hem net, daar zo, ja. Oh, Nieuw-Zeeland dollar, deze. Ja. De Kiwi. Dus Nieuw-Zeeland dollar versus dollar. Ja. Dus dat betekent dat als deze omhoog gaat, hè, dan gaat de Kiwi aantrekken. Ja, maar die heeft dus de afgelopen paar dagen een paar rare sweepers gemaakt. De dollar verzwakken, ja. Ja. Ik zou hier op dit moment in ieder geval... Ja, maar dit is echt een flatliner, hè? Ja, en hij heeft echt een paar rare sweepers gemaakt. Ja, Patrick, jij zit misschien wel langer long. Wanneer, hè? Want dat, kijk, als jij zegt, ik heb positie ingenomen toen die hierboven brak. Hè? Dus boven die, wat is dat voor punt? Even kijken. Mm-hmm. Zo, boven de 0,66, zeg maar. Als je toen hebt ingenomen, nou, dat snap ik. Dan zou ik ook zeggen, nou, dan gaat die... welk niveau, Patrick? Ja, hij zit misschien even aan het kijken. Ja, welk niveau? En hij moet even dat is wel belangrijk. Want als je long zit, dan zou ik in ieder geval wel een take profit inleggen. Ja, plus dat als je er nu in zit en je hebt en dan is het niet zo erg dat hij een tijdje heen en weer gaat, zeg maar. Want dan zit je even al kijken in hoor, ik zal... Maar nu op dit moment, zou jij nu hier instappen, Jan-Robert, op de daily? Ik vind het verder weinig overtuigend. Ja. Nou, je zit onder de cloud. Dus weerstand 0,689. Ja, 0,689. Hij zit onder de cloud, dus je hebt wel neerwaartse druk. Ja, ik zou ermee uitkijken. En als ik iets uitzoom, of inzoom zelfs naar korte timeframes. Ja, op de uur is ook nog een beetje... Nou, Ger zegt het ook nee, al. Nee, in de cloud in het niet treden. Dat is waar. Is de Ishimoku is wel interessant in die zin. Ja, en wat ook een vieze bar is. Bar. Tijd aan besteden. Ja. Mm-hmm. Ja, kijk, als je nu erin zit, Patrick, dan is het anders. Maar ik zou. Ja, when it doubt, stay out. Dus ik zou, de grans zit aan de deur natuurlijk. Ja. Ja, een Ishimoku seminar komt ook nog. Maar de volgende keer is dus eerst een webinar met Ishimoku en live trading. Ja. Dat is dinsdag. Nou, ik denk dat het is tijd om af te ronden, denk ik. Want we kunnen dit wel langer doen. We gaan dit volgende keer, jongens. Vinden jullie dit interessant om dit te doen met Ishimoku en dan de paren af te gaan en te kijken of het waar de trade mogelijkheden liggen? Of het even tussendoor, Roeland, mijn column is forksinfo.nl. Ja, nou, Jelle, wacht even. Ja. Ja? Ja, precies. Wat wij zeggen, Robert? Wij hebben trouwens... wat ik wil zeggen is dat... Eerst hebben wij... Ja, Forex... Info.nl inderdaad. Op 30 april... Op een... En op 9 april is er een hele dag... Overigens... Een Ichimoku trading dag. Ja. Dat is 9 april. Dus als je niet lang kunt. Als je niet lang kunt wachten. Ja, en als je niet lang kunt wachten, stuur even een mail. En dan stuur je meer informatie toe. En ook omdat jullie hier bij het webinar aanwezig zijn. Early birds zijn vroege vogels. Krijgen we een kleine korting. Dus in ieder geval. We vonden het heel erg
leuk om jullie wederom een presentatie te hebben gegeven. Ook de interactie. Paul Rozenkrantz, bedankt. Het was een nuttige en leuke sessie. Jazeker, Paul. Jij ook. Rick ook. Spreek elkaar binnenkort. Wim. En iedereen. Ja, ook Roland Paardenkoper. Hartstikke leuk dat jullie erbij waren. Met live trading. En dan gaan we... Ja. Als jullie zelf dan een valutapaar hebben waar je wilt naar kijken... neem ze vast eventjes mee dat je zegt van... Oh, daar wil ik eigenlijk aan Jelle en Robert over vragen hoe ze daarover denken. Dan wil ik Ichimoku-expert Jan Robert naar te kijken voor, hoe dat zit met de cloud. Dan is dat de volgende keer. Dus over 2 weken. Dinsdag over 2 weken. Dan sturen jullie natuurlijk alweer een mailtje. Maar dan weet ik dat in ieder geval. Dus... Absoluut. We hebben daar nog even... Alvast heel veel succes met jullie training. Tot de volgende keer. Einde van de sessie, want dan hebben we nog een kleine reclame voor een leuke bonus bij een nieuwe trader. Waar je €50 kan krijgen zonder dat je zelf stort. En dat is natuurlijk altijd leuk. Dus in ieder geval tot de volgende keer. En hartstikke bedankt voor je aandacht. En zie je graag terug over 2 weken. Over 2 weken tijd. Ja, en Jelle, in ieder geval, ik ben benieuwd, Jelle. Jelle, ik ben benieuwd hoe met ons... Ja. Jelle, ik ben benieuwd hoe dat gaat met onze trades die we nu in het vet hebben gegooid. Ja, of die Ichimoku Cloud ons een beetje de wind in de rug geeft. Dat zou leuk zijn, want dan is het extra leuk om daarna de Ichimoku te behandelen. Ja, precies. Okay. Maar hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. En het was een mooie interactie. Ook veel pittige vragen. Interessante vragen. En we zijn al 2 keer. Ja, absoluut. Hey, jongens, het was weer gezellig. Tot over 2 weken. Doeg! Is goed. Oké, succes. Dag.